Je gaat even lekker gewoon, hoppa, kijk, even lekker stoten, vrij stoten, ontspannen. En recht erin, alleen maar aan recht erin. Maar kijk, die is geen stoten. Ja, die mag niet. En daar moet je aan werken, Piro. Ja, dat is eenzelfde soort bal. Een recht stoten, niet meer denken van, oh jee, erin. Kijk, keurig. Nee, niks te dun, dat is gewoon keurig. Alleen te dun. Kijk, als jij je keugel gewoon recht vooruit speelt, Gerard, is hij perfect. Dan ga ik die gele recht spelen. Terug. Zo, als je maar recht stoot, maakt me niks uit wat er gebeurt. Kijk, dit is gewoon zonder na te denken een punt maken. Klaar. Ja. Maar recht gestoten, dat is wel goed. Als je raak is en je stoot rechtaf, dan heb je eigenlijk goed gespeeld. Dus recht gestoten, niet denken hij moet raken. Kijk, staan blijven, zie je? Kijk, dit is nog een redelijk kwalitatief goede bal. Je was goed. Ah. Oh, wacht, ik heb een wit. Dus iedere keer die witte lijn zoeken, op 2. Rechter naar voren met je keuken. Dat is geen rechte lijn, hè? Nee, ik ging eraf heen. Ja, dus dat is onzinbal. Al zou die raak zijn, onzinbal. Ja, ja, ja. Dat is niet waar je mee bezig bent. Zo ja, hou vast die lijn. Hou vast die lijn. Er zat niks aan. Ja, wel hoor, te dik. Gaat genoeg zijn, even, maar hier raak ik hem gewoon te dik. Alleen maar recht denken, niet aan die gele bal. Voelen en recht vooruit met die keuken. Zo ja, en staan blijven. Keurig. Kijk, laat hem maar langs vallen, geef niks. Het is vrijstoten, Gerard. Mm-hmm. Het is vrijstoten. Ja. Punten komen vanzelf hoor. Ja, ik ben er niet lekker bij. Valt wel mee. Ook nu, hè? Waar is je lijn? Daar is mijn lijn. Hou je lijn vast. Het was redelijk je lijn vasthouden, maar nog niet goed genoeg, hè? Recht erin met die keu. En hou vast. Te dik, zie je? Hij is even te dik, ja, anders had hij nog. Maar alleen nog een mes. En gewoon makkelijk gooien met die keuken, makkelijk. Voelen, kijken, lijn. Zo ja, kijk, dit is biljarten. Dan laat je hem vallen, zie je? Gerard? Ja, hij was er, ja, hij speelde er goed af. Dus heen en weer met die keuken en vallen laten in die lijn. Op, ja, zo ja, vast, heel goed. Niet wringen. Gewoon erin stoppen. Nou, dit is een kort lijntje, maar wel energie. Beetje voelen, tik. Rustig, houd die lijn vast, tik. En je wil zo graag kijken. Je doet de lijn niet vast. Je wil zo graag kijken. Ja. Maar ook wel geel, hè? Maar dit is geen handstand, hè? Heb ik jullie niet geleerd, die bandhandstand? Nee. Snijden? Ja, wat je wil, als je maar recht stoot. Het gaat mij alleen maar dat je recht houdt. Het beste is met twee ballen. Ja, maar ik kon deze niet snijden, denk ik. Nee, maar het is beste is om recht te leren stoten met twee ballen. Ja. Dus je moet nu even, die derde bal moet je even wegdenken, Gerard. Alleen maar denken, ik moet recht naar rood toe. En niet dik op rood, maar recht naar rood. Dus je hoeft geen punten te maken, recht naar rood. Laat maar vallen. Niet recht. Nou ja, dus er moet beter recht. Dus bij iedere stoot ga je recht stoten. Je hoeft geen punt te maken.
kies gewoon een bal, je hoeft geen punten maken, je gaat recht vooruit met die keuken. Weer niet recht, je bent punten maken, hoeft niet. Hoi. Nee, die gele bal, nee, niet met rood stoten, niet met rood. Niet met rood. Gewoon met de gele bal, van rood of je moet gewoon met twee ballen spelen, met rood of met via rood of via geel of andersom, weet ik wat. Maar recht, je hoeft geen punten maken, alleen maar een lijntje spelen, de dikte, voelen, tak, tik, tak of tak. Kijk naar je keu. Jij wil ze even goed maken. En je maakt ze ook nog, hè? Ja, hij was goed. Ja, maar dat bedoel ik, hè? En ik zeg dat je mag niks maken, maar je gaat juist. Dan ga ik ze maken. Je gaat juist beter je best doen, dat is het punt. Kijk, nu ga je. Dit is wel weer humor. Nou, ga ik alles maken. Geweldig, dit. Alleen rechtstoot, hè? Je hoeft niks te maken, maar rechtstoot. Ja. Iets, nou, die is al niet slecht, maar iets maar, hoger de bal weer. Had iets meer moeten trekken. Denk ik. Maar ik moet hem eigenlijk weghalen, één bal, hè? Ja. Als ik nou één bal weer ga halen, één bal haal ik weer, die haal ik weer. Je gaat alleen maar die rode, ga je gewoon schuiven. Rechte lijn met je keu. Ik stel me vol. Hoe je het doet, maar je blijft staan. Bij iedere bal blijven staan. Voelen, totdat hij de rood geraakt heeft. Je blijft staan totdat hij rood geraakt heeft, ja? Ja. Dus je blijft net zo lang kijken totdat hij de rode raakt. Kijken naar die rode, Gerard. Terug de keu in de mooi. Dit is al beter. En gewoon op die lijn gaan zitten. Dus je gaat gewoon op die lijn zitten. En dan ga je mooi gewoon lekker soepeltje stoten. Hoeft niet hard. Gewoon voelen, tik. Voelen, tak. Voelen, tok. Voelen, tik. En staan blijven. Kijk. Terug. Nee, je moet niet te veel eisen voor jezelf. Je moet alleen maar spelen. Ja. Maar was het nu lekker. Wat te durig. Okay. Het is niet echt gestoten. Moet je nog een beetje dichtbij. Dat maakt niet uit. Maar je moet die armen heen en weer halen. Voelen, stoot. Voelen, tak. En staan blijven. Kijk. Het is niet recht genoeg. Je moet rechter je keu. Gerard? Ga je zwabberen even goed of weer? Ja, weg met die zwabber. Mooi, hè? Dus je gaat staan en gewoon heel mooi stoot. Doe maar mooi. Denk aan mooi. 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 Denk steeds aan mooi. Gerard, mooi. Denk aan mooi. Mooi stoten. Denk aan mooi stoten. Als je daaraan denkt, ga je mooier stoten, ja? Mm-hmm. Pak je keu mooi vast. Pak het. Ga netjes staan. Ga mooi. Zie je? Kijk. Mooi. En dan mooi naar voren. Mooi. Mooi, tik. Mooi. En zachtjes, en soepel, en korte tikjes, takjes. Nee, die gele bal. Oh ja, sorry. Gele bal. Boven op ze? Nee, dun, gewoon dun. En gewoon een kleine, en dan rustig mooi op rood gaan staan. Mooi. En recht, mooi. Nou, die speelt toch wel dik op rood? Moet je zelf weten, dat maakt me niks uit. Ik moet in de lijn. Maakt me niks uit. Als je mag hem ook dunne lijn spelen, maakt me niks uit. Als je maar recht stoot. Ja, dit is een beetje zwabberig. Wat doe je dit? Ja, het is onrustig als de pers, joh. Onrustig als de pers. Voelen, tik. Meer mag je niet doen. Voelen, tik. Ja, zo ja. Kijk, dit is beter. Ga maar eerst eens een tijdje voelen, tak. Voelen, tak. Maar dan speel ik hem iedere keer op zijn. Maakt niet uit wat je doet. Als je maar iedere keer voelen, tak. Voelen, tak. En samen blijven. Volgende bal. Dat moet er helemaal in bij je. Voelen, tak. Zitten gaan op je dikte. Gewoon gaan zitten op je dikte, een paar keer voelen en tak. Kijk eens hoe je arm, hè? Kijk. Ja, hele schouder gaat naar beneden. Je staat dus te diep, hè? Je staat te ver voor over. Kijk, Gerard, je moet je rug rechter houden, Gerard. Je moet je rug eigenlijk rechter houden. En nou tak.
Nee, nee. Kijk eens naar je arm, kijk eens naar je arm. Kun je weer met die hand? Helemaal zo, ja. Je doet het niet zo. Je doet, kijk, jou zit niet stil. Kijk, je doet steeds... Je moet uit je arm, hè? Je laat je hele schouder vallen. Kijk, je speelt met je arm, je beweegt ook met je arm. Je beweegt je onderarm niet, je beweegt je schouder. Je moet je schouder stil houden. Je beweegt je hele arm, dat is wel apart trouwens. Dat deed je niet, hoor. Dat deed je niet. Kijk, je bent er snel voor over, dat is het hele verhaal. Kijk, doordat je te snel voor over bent, dan heb je geen controle op je armen. Maar dan moet ik eerst even de positie bepalen. Nee, maar je gaat al, kijk, je moet veel meer rechter, je moet rechterop biljarten. Kijk, rechterop. Kijk, jij staat zo te biljarten. En dan laat je die arm, dus je moet... Dan gaat die arm waarschijnlijk ook sneller... Ja, je moet rechter opbiljarten. Kijk, je moet rechter, je rug rechter en dan voelen. Ja? Ga maar eens wat rechterop, ga maar rechterop zitten. Niet zo met die diktes, die moet je alleen maar zien en voelen. Rechterop, je zit niet. Recht, rug recht en door je knieën. En dan, ja, hou recht, niet te ver naar voren. Zakken met je knieën nog, dan komt die arm horen. En dan je onderarmen, dit stilhouden, dat zakt weg. Ja, maar geen arm wel, recht. Ja, maar hij zakt weg, je elleboog zakt weg. Oké, lekker. Kijk, jij doet dit, kijk. Die bovenarm gaat mee. Ja, kijk, jij doet dit. Je moet dit doen. Ja, klopt. Kijk, jij doet dit. Daarom kan je niet recht staan, dan ga je stoten, dan doe je dit. Kijk, zo is je erachterom. Ja, dat is zo zonde, dat deed je niet. Dus je moet veel meer met je onderarm. Dus daarom moet je gaan zitten. Je rug rechter. En je elleboog gewoon stil houden. Je elleboog stil. Voorhand naar je been. Die voorhand weg. En die naar je been. Op je knie. Zet hem op je knie. En nou gaan bukken. En je achterhand goed leggen. Nee. Weg met die voorhand. Je achterhand goed leggen. Ja, zoek de dikte maar. Iets langer. Nee, weg met die achter. Ja, en dan voel je de lijn, kijk naar de lijn. Voel een tik. Geef maar een tik. Je onderarm. Dat is toch geen. Dat is werken. Kijk, moet je kijken. Kijk. Voelen. Kijk, voelen. Kijk, hij legt daar net niet lekker om op die band neer te leggen. Kijk. Dus de lijn naar rood, kijk, daar leg ik hem op. Voelen. Godverdomme, dat is niet lekker. Even te schuiven, kijk. Nou legt hij recht. Kijk, nou ik steun van de band, kijk. Voelen. Kijk, de lijn. Voelen. Voelen, top. Voelen, top. Kijk. Voelen, top. Voelen, top. Doe die hand maar op je knie. Hand op je knie. Je legt die kamer op de lijn. Ja? En dan moet je je elleboog helemaal zo hebben. Kijk, die elleboog helemaal zo. En dan voelen. Top. Helemaal. Elleboog omhoog. Omhoog. Dat is toch opzij? Zo. Dat is toch omhoog? Zakken door je knieën. Zitten gaan op een stoel. Kijk, je moet meer naar voren met je voeten. Naar voren. Want je staat te ver naar achteren. Naar voren met je voeten. Nog meer? Ja, je staat veel te ver weg. Kijk, want dan komt die elleboog niet omhoog als je te ver naar achteren staat. Naar voren met je voeten. Allebei. Op de lijn, kijk. Dragen je iets meer naar achteren, zo je achter. Zo. Kijk, zo is hij mooi. Kijk, en nou, kijk, door je knieën. Kijk, en nou heel tikkie, geef maar een tikkie. Tik. Kijk, nou stoot jij op je onderarm. Ja. Nog een keer. Oh, heel goed. Ja, maar dat is wel goed voor jou, dit. Ja, gewoon die lijn. Ja. Kijk, en hoog blijven. Blijf over de bal heen kijken. Kijk over de bal heen. Oh, niet te snel. Kijk, eerst die elleboog omhoog. Kijk eens naar je elleboog, die kan hoger. Kijk eens naar je elleboog, je kijkt niet naar je elleboog. Dat maakt niet uit, je kan ook naar je elleboog kijken nu. Zo, die moet er hoger. Ja, en nou knu je knieën. En dan gaat, kijk eens hoe mooi die nu zit. Ja, kijk, en nou je onderarm. Tak. Kijk. Maar je wil gelijk omhoog, hè? Ja. Kost je moeite, hè?
Kijk, dat, ja, je kan het zo dus doen, hè? Kijk. Voelen. Kijk, en die duim die ligt er wel onder, voelen, dat blijft hetzelfde, kijk, voelen, kijk, of ik nou hier mijn kei heb, voelen, tak, kijk, voelen, dit moet je goed doorhebben. Ja, dat is voor het eerst dat ik dit hoor. Nou ja, met één hand, gaan we met één hand staan. En dan moet je goed je elleboog... Hoe ver hou ik hem vast? Ja, even meer naar achter, maar gewoon vasthouden. Zo. Gewoon vasthouden, heel losjes in je hand. Hoger die elleboog. Die elleboog moet hoger. Dus je moet dieper gaan zitten. Je rug recht. En je elleboog hoger en je knieën wat lager. Nee, zachtjes. Kracht. Je mag alleen maar met je onderarm stoten. Schoon maar met je kijk. Je moet naar voren lopen. Hè? Naar voren met je knieën. Verder. En als je naar voren gaat met je knieën, moet je achterom weer naar achter. Hè? Ja, ik moet schakelen. Door je knieën. Kijk, naar verder. Ja, nog meer. Kijk, nou komt hij allemaal. Nog verder naar voren met je knieën. Je voeten meer naar voren nog en je achterarm meer naar achter. Zo, kijk, en dan komt in de zakken, ja, kijk, en dan komt die omhoog, Gerard. Kijk, en dan gaat je onderarm bewegen. Kijk, en dan heb je een tikkie. Kijk, voel je hem? Kijk, jij staat zo, met je benen te ver. Kijk, als je je benen meer naar voren hebt, kijk, dan gaat je elleboog meer naar achter, dus je schiet je schouders drijven. Kijk, ja, dan ga je meer uit je pols spannen. Dan ga je onderarm gebruiken. Hier is de lijn bepaald. Nou, dat ga gewoon maar leggen. Eerst maar eens je keun hier gewoon. En dan eerst is een beetje je schouder goed. Kijk, nou kan je tikjes geven met je onderarm. Kijk, zie je? Kijk, nou kan je gewoon tikjes geven. Rustig kijken. Kijk, zie je dat die voeten goed moeten staan? Ja. Zie je hoe dat werkt? Kijk, die voeten, kijk, als ik die voeten hier heb. Kijk, ik kan nog wel eens kijken, ik kan even zo ook zo, dus kijk daar niet van, maar kijk, zo sta ik veel meer hier, als een echt, zo sta ik, kijk, als ik nu mijn keuze bij heb, zo, is goed. Kijk, als ik nu mijn hand erbij heb, maar zo is het ook goed. Kijk, als ik mijn hand erbij heb, is goed, zo is het ook goed. Kijk, dit is helemaal goed. Goed, voelen, pok. Zo, stoot het maar naar de overkant met één hand. Voelen, ja? Die kan. Ja, gewoon recht vooruit. Of schuin mag ook. En gewoon een recht tikje. Dan moet ik dichterbij staan. Ja, je voeten veel dichterbij. En goed je elleboog omhoog achter. En je hand niet steunen, niet met je op je benen. Zo. En als je nou je hand erbij doet, doe je voorhand er eens bij. Hè. Je pakt hem niet, maar nee, laat die keu liggen. En je doet je hand alleen maar om die keu heen. Kijk, en daarna weer naar je been. Kijk, zie je, kijk, daarna weer naar je been, die hand. Naar die hand weer naar je been. En je keu laten liggen. Kijk, dan concentreer je met je achterhand. Kijk, en dan blijf je staan. Dit is staan blijven. Voel je hoe licht je weg, Tik? Ja. Nog een keer. Ik denk dat dit een hele goede. Nee, ja, weg met die hand. Ja, ik ga nu eens even. Ja, maar gewoon, je moet je met je voeten doen. Voeten goed. Voeten meer naar voren die voeten. Keu meer naar achteren. Kijk, je hebt een korte keu, dus je moet veel meer naar voren met je voeten. En nu sta je misschien te. Maar ga maar door je knieën. En je rug recht. Kijk, nou wil je met je elleboog omhoog, zie je? Nee, door je knieën. Kijk hierna, Gerard. Juist. Hoe voelt dat? Nou ja, dat vermoeit in mijn benen. Ja, in je been, hè? Kijk. Maar kijk hoe makkelijk. Kijk. Voetjes bij elkaar zo. Voelen. Kijk, moet je zien. Voelen. Ga maar eens, zet je voeten maar zo bij elkaar. En dan gewoon voelen, tik. Voelen. Dus heel dicht bij elkaar. Voeten tegen elkaar. Kun je vasthouden?
Rechts staan, ga rechts staan, rechts staan. En nou alleen je knieën bewegen. En je kun je achter de heen, eerst je kun je achter de bal. Kun je achter de bal, dus dat hij goed ligt. Leg hem maar neer, daar leg je hem neer. Nou ga je alleen maar door je knieën. Door je, nee, rug recht, rug recht. Door je knieën, nee, door je knieën, door je knieën. Kijk, door je knieën, recht, rug recht. Je schouders draaien, kijk. Dit, ja, zo, kijk, dan komt dit meer omhoog. Kijk, zakken. Kijk, zie je, kijk, nou heb je hem. Het is goed dat tegen elkaar, zet ze, kijk, nou kun je een tikje geven. Zet ze maar tegen elkaar, zet ze maar, echt. Goed, doe je, dus zo, kijk zo, echt zo. Knieën tegen elkaar, voeten tegen elkaar. Ja, kijk, moet je wachten. Ja, kijk, oh, kijk, dit, moet je nou stikken, kijk. Nou heb je controle. Okay. Voel je hem? Ja, dat gaat niet mooi. Nog een keer. Ja, dit is goed, Gerard, hoor. Hey, dit is goed, hè? Ja. Kijk, dit is de truc voor jou. Kijk. Voeten bij elkaar en dan ga je gewoon staan. En dan voet. Kijk, nou kan je niks anders doen. Alleen maar, je kan alleen maar dit. Nee, je kan alleen maar met de pols. Onderarm. En dit is belangrijk voor jou. Dus dan gaan we volgende keer gaan we daar eens even goed mee bezig. Dus je kan het met één been. Dus met één. Dus als je kijkt uit de oefening op die tafel. Als je zo op de lijn ligt, hè, kijk zo. Voelen. Kijk, hou die lijn goed in de gaten met je ogen. En dan kok op de lijn blijven. Hier rustig op de lijn blijven. Kijk, rustig met één hand, rustig. Kijk, voelen. Kijk. Maar die benen bij elkaar zetten, want dat is echt gaaf. Dat is echt super. Knieën tegen elkaar, voeten tegen elkaar. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Kijk, die elleboog gaat veel beter nu. Tak. Kijk, tak. En staan blijven. Kijk. En zo, dit moet even soepeler worden. En het kan langer. Kijk, omdat je hem nu kort vast hebt, stoot je ook korter achter. Je moet kijken hoe je knijpt. Hè? Dus je draagt hem helemaal niet lekker in je hand. Kijk, die keurige, die heb ik al eens verteld. Ja. Kijk, die legt heel losjes in je hand. Kijk. Die shirt in jou. En je hand. Kijk, nou zit je elleboog te laat. Dus je moet veel meer je knieën tegen elkaar. Je voeten tegen elkaar, knieën tegen elkaar. Kijk, en als je dan dunner moet je gaan lopen. Ja, moet je spannen. Ja, tik maar weg, tik. En hou die lijn maar vast. Nee, op die lijn laten liggen. Maar dat is dan niet verkeerd. Nee, je kan ook heel hard. Je kan ook heel hard stoten, los, ver. Voelen. Ja, dat zou ik doen. Hier, kijk. Voelen. Kijk, goed gaan staan. Geen kracht gebruiken, maar slag. Nee, echt aan de pol. Onderarm, ja. Tak. Voelen. Maar, eerst de lijn bepalen. Ja, die lijn zie je nou liggen, dus dat is niet moeilijk. Daar ga je gewoon op zitten. Daar zit je op, hè. Hey. Kijk, daar staan je voeten nu op, hè. Ja. In ieder geval die achterste voet. Kijk, nou, veel meer zakken. Kijk, je staat veel te krom met je rug naar voren. Veel meer gaan zitten. Net als je op je stoel zit, zo moet je even meer op die stoel gaan zitten. Kijk, en nou gaat die beter. Want nou moet je, kijk, zie je, kijk, nou moet je moeite doen om hem vlak te houden, hè. Kijk, dat is het mooie. Kijk, je moet nu... Kijk, ik ga al lekker staan, zie je, kijk, ik ga gewoon lekker staan. Doe mijn schouders lekker draaien, kijk, hè. Kijk, onder mijn borst zo, kijk. Maar dit doe ik om dat aan te leren, anders dan toe. Die lijn een beetje, hè? Ja. De achterste voet, dit is die, hè? Ja, precies. Maar die moest dan met je hand ongeveer gelijk. Ja. Nee. Of heb je dat ja, kijk, dat heb je. Dat. Kijk, op het moment dat je zo, kijk. Als je, kijk Gerard, als je je arm zo hebt, is hij gelijk. En als je zo, dan zit hij hier. Kijk, dus hier is hij gelijk. Ja. En als hij zo is, dan zit hij hier. Dan zit hij hier. Kijk, ja. Dat is de bedoeling. Het is niet zo dat je zo moet staan. Ja. Dat je zo moet staan. Nee. Dus jouw hand moet veel meer naar achter. Jouw hand moet meer hier. Maar dat komt omdat die elleboog moet omhoog. Kijk, jij moet die keu meer gaan tillen met je bovenarm. Kijk, nou til je hem. Kijk, dit is het verschil. Je ziet toch ook vaak biljarters gewoon zo, dit zo. Ja, vlak. Ja.
Dan krijg je toch een andere houding. Ja, maar ik kan ook zo biljarten. Dus dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, maar je moet wel die onderarm bewegen. Kijk. Ja. Kijk, als ik zo sta, ik ja, blijf onder. Nou schuin hebt. Dat maakt niet. Als je met die bovenarm stil houdt. Kijk, ik doe alles met mijn onderarm. Kijk, mijn onderarm. Ik doe niet dit. Nee, ik zit te denken, want ik moet vlak. En dan gaat die. Ja, maar als jij je arm zo hebt en je zit met je onder. Kijk, dan speel ik met mijn hele arm. Kijk, dan speel ik met mijn hele arm. Ja, ja. Kijk, dan speel ik met mijn hele arm. Zie je? Kijk. Ja, dan speel, en dan speel ik vanuit mijn schouder. Schouder. Nee, het moet uit de. Uit je elleboog moet je spelen. Ja, ja, kijk, nou duim, ja, maar nou wordt het duim, dus ik denk, dan leg ik dichterbij, ik moet wat vlakker. Nee, maar dat doe je niet. Dat hoeft dus niet. Ik kan gewoon zo. Ja, ja, tuurlijk, maar je kan wel dieper door je knieën gaan en een vlakkere keu geven, dat wel. Ja, je moet niet gaan steken, maar dan moet je naar je knieën gaan. Kijk, natuurlijk, als je niet kan bukken, dan moet je je arm naar beneden doen. Maar je moet wel uit je onderarm blijven stoten. Maar dat gaat toch beter zo. Kijk, je til hem nu beter. Volgende keer gaan we. Ja, zeker. We gaan er wel even op door. Het is wel erg wel interessant. Ja, maar ik kijk ook thuis oefenen op de tafel. Kijk, ook oefenen. Dan ga ik zien of het verbeterd is.